De ChristenUnie in Provinciale Staten baalt van de opstelling van de gemeente Groningen en VVD-minister Schulz van Hagen van Infrastructuur. Waar de gemeente Groningen zich stilhoudt, heeft de gemeente Hogezand al 2 keer vragen gesteld over het uitblijven van de 7 miljoen euro die het Rijk in februari beschikbaar heeft gesteld voor het uitbaggeren van het Winschoterdiep. Ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Stad Groningen, de gemeente Hogezand en de provincie moeten als 3 partijen, bestuurspartijen, optrekken naar de minister om helder en duidelijk te maken wat het belang is van het uitbaggeren. Het is al lang geleden dat het Winschoterdiep is uitgebaggerd. De scheepvaart en de werven aan het Winschoterdiep ondervinden hier hinder van. Het is een economische pijler voor deze regio. En Winschoterdiep is daar een bottleneck in op dit moment. En dat uitbaggeren is van groot belang. Want anders kunnen de schepen met een wat grotere diepgang kunnen niet in het Winschoterdiep komen. En kunnen niet hun spullen lossen. De laatste jaren zijn hele grote nieuwe schepen. Die drukken al de slip uit het hart van het kanaal naar de zijkanten. Dus ja, dat komt extra hierop aan. En wat zijn daar dan de gevolgen van? Ja, het wordt steeds ondieper. Hier stond vroeger ruim 3 meter water en het is nu misschien 1,50. Volgens de Groningse Betty de Boer, Tweede Kamerlid van de VVD, is het geld wel beschikbaar. Het wachten is echter op een concreet plan van de provincie. Het is hartstikke belangrijk dat schepen daar goed kunnen lossen en laden voor de economie van de provincie Groningen. Daarom is het ook zo belangrijk dat het geld er kwam en het geld dat is er. En ze kunnen wat mij betreft morgen beginnen. Het Rijk heeft gewoon gezegd, het ministerie heeft aangegeven, ze kunnen gewoon morgen beginnen. Het geld dat is er. Het is alleen ook wachten op een plan omtrent de uitvoering van het beheer van dit kanaalvak. Want het is natuurlijk Rijkswater, dus het Rijk wil gewoon weten hoe het beheer er ook in de toekomst uit gaat zien. Want dat zullen ze ook samen moeten betalen. Alle partijen hopen dat er in het najaar begonnen kan worden met het uitbaggeren van het Winschoterdiep.